Er zijn maar weinig dingen zo vervelend als wakker worden met pijn in je nek. Het gebeurt wel eens, dan word je wakker met een enorme stekende pijn in je nek omdat je verkeerd hebt gelegen. Of misschien wel in je rug. Of overdag vertil je en schiet er in één keer in. Nou, wat moet je dan doen? Natuurlijk moet je je rust nemen. Maar wat ook erg goed werkt, is het verwarmen. Dan heb je van die mooie pittenzakken te koop, maar die kan je ook heel erg makkelijk zelf maken. En vandaag ga ik jullie laten zien hoe je dat doet. Voor deze tip heb je maar twee dingen nodig. Namelijk wat rijst en een oude sok. Ik zou wel een schone sok gebruiken, want anders gaat het stinken natuurlijk. Maar zoek gewoon een mooie oude grote sok op die je makkelijk kan dichtknopen. En dat is het enige wat je nodig hebt. Nou, het werkt als volgt. Je vult de sok voor 3/4 met rijst en daarna knoop je hem dicht. Kijk maar even mee. Oké, de sok is gevuld met rijst. Er zit een stevige knoop in. Test die ook altijd nog eventjes voor de zekerheid. En het is nu tijd om het te gaan verwarmen. En hoe doe je dat? Je legt hem gewoon even in de magnetron voor 1,5 minuut. En dan zul je zien dat hij lekker warm is. En die warmte die blijft er ongeveer een kwartiertje à 20 minuten in zitten. En dat is ideaal dus voor rugpijnen, nekpijnen of wat voor pijnen dan ook. Mocht je er nou nog een lekker geurtje aan willen geven, dan kan je er nog wat essentiële olie bij gooien met een geur die je lekker vindt. Ik heb het nu gedaan met rijst. Waarom? Rijst, dat heeft iedereen wel in huis liggen. Dat is goedkoop. En dat is een hele snelle oplossing om dit te doen. Het is nog beter om dit te doen met kersenpitten. Kersenpitten zijn wel wat duurder en wat lastiger te krijgen. Maar als je er kersenpitten in doet in plaats van rijst, dan heeft het ook een helende werking op de pijn. Dus dat ontneemt ook echt de pijn. Vond je deze tip nou handig? Vergeet hem dan niet te delen. Geef even een duimpje omhoog en laat een reactie achter. En laat ons ook weten of het inderdaad heeft geholpen bij jou. Vergeet je ook niet te abonneren en dan zie ik je de volgende keer weer. Dat is handig!